Misschien is de beste voetballer in de periode 2000-2010 bij NEC wel de Paraguayaan Edgar Barreto. Maar de held van de supporters was natuurlijk Patrick Pothuizen. Pothuizen speelde overal, maar toch vooral in de verdediging. En hij had alles in zich om bij de tegenstander het bloed onder de nagels vandaan te halen. Leefde niet echt als een prof, hield van zijn biertje, rookte een sigaretje, maar gaf wel altijd 100%. En de strafschop van Pothuizen die erin vliegt. En zo staat de thuisploeg op voorsprong. Of de strafschop verdiend is, daar kan over getwist worden. Maar de voorsprong voor NEC is wel verdiend. Sarpong. Oh, ze lopen er binnen. En het is Patrick Pothuizen die het doet. Het is 3-2. Dit is echt niet te geloven. De wedstrijd zat in de tas voor ADO Den Haag. En toch staat er op het scorebord binnen een paar minuten 2-3 voor NEC. Als ik denk aan Patrick Pothuizen, dan denk ik toch vooral aan gele kaarten. Al zijn voetbalprestaties zijn mooi, maar vanwege één feit zal hij toch altijd herinnerd worden. Hij kreeg de meeste gele kaarten ooit in de Eredivisie. 84 in totaal. En bij de 84ste was hij nog trots ook. En van Pothuizen, wat geeft Bossen? Geel dus. De Zeeuw vraagt zich af of dat nou geen rood is. Pothuizen, hoe dan ook in de geschiedenisboeken als de meest bestrafte betaald voetballer alle tijden. Voor wat betreft geel, het is zijn 84ste kaart in zijn carrière. Hij speelde 6 jaar bij NEC, bij zijn club. En toen beging hij de grootste vergissing in zijn voetbalbestaan. Hij stapte over naar Arnhem, uitgerekend naar Vitesse. Daar ging hij weg. En via Twente kwam hij weer terug bij NEC. En uitgerekend, u raadt het al, in de duels met NEC tegen Vitesse gaf hij alles. Vrije trap verlengd door Pothuizen, nota bene. Patrick Pothuizen scoort voor NEC. En daagt vervolgens het Vitesse publiek uit. Wat weinig sympathiek is, maar NEC leidt wel met 1-0. Een half uur lang is Vitesse de betere ploeg. Maar uit een vrije trap is het Pothuizen die op zeer fraaie wijze, dat moet er wel bijgezegd worden, de 1-0 binnenkopt. En wat hij hier doet is onnodig. Hij was in staat om in zijn eentje een heel stadion over de rooie te krijgen. Dat kwam het stadion goed uit, dat kwam hem goed uit. Meestal op het randje, maar soms ging hij er wel eens overheen. Pothuizen kan het corrigeren. Oeh, stevig. En dan is Hofs geraakt aan het achterhoofd. Maar dan is de ruzie nog niet afgelopen. En komt er meteen geel. Ruzie tussen Kufo en Pothuizen. Een reprimande, maar geen kaart. Ondanks het opstootje dat er wel was. En als de nood echt aan de man was, kon je Patrick Pothuizen nog altijd wel als stormram gebruiken. Gewoon als extra spits erbij en dan maar gaan en beuken. Dat kan Pothuizen. Zoals toen bij Sparta. 2-1 stonden ze achter, Pothuizen voorin. En mede door 2 doelpunten van hem wint NEC uiteindelijk nog met 4-2. Wapenaar in de drukte, kan hem half wegboksen. Pothuizen met een leekballetje, het is 2-2. De goal van invaller Pothuizen. Ja, NEC heeft de bal alweer. Dani Fernandez, Pothuizen met de 3-2. En de vlag blijft omlaag. En bij Sparta zijn ze woest op de assistent scheidsrechter. We hadden alle schijn van buitenspel van die gekke Patrick Pothuizen. Die als spits wordt ingebracht in het laatste kwartier. En met 2 goals NEC de overwinning lijkt te bezorgen. De grote vraag is of het wel of geen buitenspel is voor Pothuizen. En op het moment van spelen is het absoluut geen buitenspel. En is het doelpunt terecht goedgekeurd. Pothuizen mag door en schuift de bal dan via de binnenkant van de paal langs Wapenaar. En NEC op 3-2. Pothuizen die krijgt een publiekswissel. Ongekend. Een kwartier voor tijd ingevallen als targetman, als extra spits. 2 goals later krijgt hij een applauswissel en kan hij er gaan douchen. Hij was een aparte verschijning. Zal niet herinnerd worden om zijn fluwele traptechniek, zijn mooie acties of zijn mooie techniek. Maar hij wordt wel herinnerd als een echte vechter voor NEC. Door de supporters, maar ook door de mensen op het veld.